Hi allemaal, het is 1 februari, oftewel het einde van de januari challenge. Ik vind het gewoon jammer. Jullie waren zo enthousiast. Ik wil je dan ook als allereerste heel hartelijk bedanken voor jullie enthousiasme. Jullie hebben zoveel berichtjes achtergelaten, zowel hier op YouTube als op mijn blog optimavita.nl, als op Instagram en op Facebook. En ik ben echt overdonderd met berichtjes. Super leuk. In deze video ga ik je nog een opdracht geven en ik ga je vertellen hoe we nu verder gaan. Allereerst de opdracht voor nu. Ga nog eens even kijken naar je doel. Je hebt het al een aantal keer gedaan, maar ga eens even kritisch kijken van wat was mijn doel aan het begin van de maand? Heb ik dat doel behaald? Of is dat misschien een doel wat ik nog even verder schuif voor in de komende tijd? Ga ook eens even kijken, wat ging goed de afgelopen maand? Dus wat heb jij daadwerkelijk veranderd in januari ten opzichte van de periode daarvoor? En schrijf dat voor jezelf op. Probeer zoveel mogelijk dingen te bedenken die jij verbeterd hebt, waar je trots op bent. Ook al zijn ze maar heel klein, maakt niet uit, schrijf ze op. Misschien heb jij 1 keer een workout gedaan. Nou, top, schrijf het op. Zorg dat je trots op jezelf wordt. En ga ook eens even kritisch kijken van wat zijn nog dingen die nog beter kunnen. Dus waar wil jij vanaf nu af aan gaan werken? En maak dan ook gelijk een doel voor de komende tijd. En het helpt vaak om hele kleine, tastbare doelen te maken. Bijvoorbeeld, ik ga in de komende tijd 2 keer per week sporten. Of ik ga de komende tijd minimaal 5 keer in de week 200 gram groente eten. Dat het heel duidelijk is wat je van jezelf verwacht. En ook vooral haalbaar. Dan, hoe heb ik het ervaren de afgelopen maand? Nou ja, ik leef eigenlijk altijd al wel gezond. Maar jullie gaven me toch wel een extra boost om weer eventjes goed aan de slag te gaan. Tijdens de kerstdagen en oud en nieuw eet je toch wat ongezonder. Dus ik was heel erg gemotiveerd. Dus het heeft mij zeker ook weer een kickstart gegeven. Ik ga gewoon lekker door zoals ik al bezig was. Met natuurlijk wat extra aandacht voor gezondheid. Elke dag vind je op optimavita.nl gewoon een artikel, net als dat jullie gewend zijn. En op YouTube vind je elke maandag, en ik probeer elke vrijdag een video. Maar de maandagvideo sowieso, vrijdag probeer ik ook een video te maken. Maar hoe nu verder met de challenge? Want is het nu helemaal over? Nou ja, ik gaf al aan, Laura had een goed idee. Namelijk om af en toe een mini-challenge te blijven geven. En dat lijkt me leuk om dat om de woensdag te doen. Komende woensdag zien jullie niks, heb je even rust. Die woensdag daarna, 10 februari, zien jullie weer een challenge van mij. Dat zal op mijn blog zijn, optimavita.nl, en misschien af en toe ook op YouTube. Maar volg me dus op mijn blog, dat is heel belangrijk. Iedere ochtend vind je een artikel, om 7 uur komt het online. Dan nu gaan we eens even kijken hoe het met Laura is gegaan en wat haar plannen zijn voor de komende tijd. Oké, daar is Laura. Hallo. Hoe is het? Ja, het is heel goed. Ik ben een beetje terug, want januari is ten einde. Ja. En nou stopt het een beetje, zeg maar. Nou ja, het stopt niet echt natuurlijk, maar ja, de opdrachten en het wekelijks afspreken en dat soort dingen. Het gaat wel goed hoor, maar ik vind het ook wel een beetje jammer, zeg maar. Ik heb het jou nog niet verteld, maar jullie al wel. Ik ga om de woensdag een challenge blijven geven op mijn blog. Oh, superleuk. Dus jullie kunnen het allemaal blijven volgen. Nou, gelukkig. Ja. Heb toch nog een beetje houvast in de maanden die komen. Precies, ja. Want, nou ja, dat is wel iets wat ik denk van, goh, dat zou nog wel eens weer een beetje, dat je terugvalt in je oude patroon. Ja. En dat je toch denkt van, de lente komt aan en gezellig allemaal buiten op het terrasje. En ja, heb je toch wat meer gezelligheid en weet ik veel. Ja. Je bent toch meer buiten. Maar dat is ook helemaal niet erg. Gewoon lekker blijven doen, lekker genieten van zulke momenten. Als de basis maar goed is, kun je echt wel af en toe wat ongezonds doen. Yes. Ja. Maar ik heb opdrachten gegeven aan iedereen en die wil ik ook aan jou geven. Ik wil dat je een aantal dingen opnoemt van wat is nou echt verbeterd in de afgelopen tijd. Ik ben echt een stuk gezonder gaan eten en vooral het koekje, zeg maar, dat stukje. En ik ben echt bewust meer fruit gaan eten. Ik heb veel gespeeld met mijn avondeten, waar ik eerder eigenlijk altijd van, nou wel minimaal 5 dagen in de week van de aardappels was. Ben ik nou echt wel veel receptjes gaan uitproberen en veel nieuwe dingen tegengekomen. Ik heb daar in mijn video ook al een aantal recepten en kookboeken in gedeeld. En van jouw site heb ik een aantal dingen gemaakt. Dus dat vond ik heel erg leuk. En bijvoorbeeld dat gezonde cake met bananen erin. Nou ja, dat vind ik dan wel heel erg leuk dat je dat dan
maakt. En ik kreeg dat ook wel terug van vrienden die er dan kwamen en zeiden, oh, wat lekker. Ja. Ja, het is ook nog heel gezond ook. Leuk. Maar Loes zegt dat het goed is. Ja, yeah. Dus ja, dat is echt wel verbeterd. Kijk, sporten deed ik al. Mm-hmm. Dat is wel meer geworden, maar dat was sowieso al de planning dat ik weer meer zou gaan sporten. Dus, maar goed, dat heb ik wel gewoon gedaan. Ja. En dingetjes die je in de komende tijd nog wilt verbeteren, zijn die er ook? Jazeker. Ik wil eigenlijk wel echt gaan genieten van die genietmomentjes. Want ik merk, zoals gisteren heb ik toevallig een genietmomentje, ik noem het altijd een joker of een escape, ingezet. Ja. En toen had ik zo zin in M&M's en ik ben helemaal geen chocolade eten. En ik dacht, oh, ik heb zo zin in M&M's. En toen had ik ze en toen had ik toch weer een beetje zo'n teleurgesteld gevoel van, oh ja, oh, had ik het nou maar niet gedaan, weet je wel. Ja. Nee, dus, dat moet je echt niet hebben. Nee, nee. En toch trap ik me erop dat ik dat heel vaak wel heb. Dat ik toch denk van, oh ja, ik had het eigenlijk ook, het had niet gehoeven. Ja. En, dus nou ja, dat echte genieten, zeg maar, dat mooi doel. Soms wel, soms niet. Dus dat wil ik echt nog wel aanpakken. En verder, wat ik eigenlijk vorige keer ook al zei, het groente eten. Ik heb dat deze dagen heel braaf gedaan. Yeah. Ik heb elke keer alles afgewogen. 'S middags al een heel groot stuk komkommer gegeten. Dus dat ik al bijna 150 gram had. Yeah. Dus dat wil ik ook zeker wel vasthouden. Maar ik denk dat ook wel moeilijk zal zijn. Want op een moment ben je gewoon een beetje klaar met komkommers en eten. Ja, dus, maar het kan ook gewoonte worden. Ja, bij mij is het echt gewoonte geworden. Ja. Ja. Nou, ik ben benieuwd of dat bij mij ook zo is. Ja, ik hoop het. Ik hoop het ook, ja. En hoe ga je verder door? Want dat was de vraag eigenlijk die jullie wilden weten. Hoe ga je verder? Ja, ik ga eigenlijk niet verder. Ik stopte hiermee. Oh, doeg, Laura. Dag. Nee, grapje. Ik wou eigenlijk gewoon op deze voet verder gaan. En net wat je zegt, dat je al af en toe weer wat challenges erin gooit, vind ik heel motiverend, want dat heeft mij echt wel dat je dacht, oeh, wat gaan we deze week weer doen, weet je wel. En het was dan ook een week, dus het is goed te overzien, de tijd. Zeker met broodbeleg, dat vond ik echt een challenge. Ja. Alleen maar gezonde keuzes maken voor een brood. Dat vond ik gewoon heel erg leuk en motiverend. Dus ik denk dat wel heel erg goed me daarbij gaat helpen om het vol te houden. En ik wil zeker nog meer receptjes uitproberen en het hele wereldwijde web staat vol met recepten, genoeg keuze natuurlijk. Ja, top. Nee, helemaal goed. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dat je hebt meegedaan. Ik vond het ontzettend leuk om jou erin te betrekken en ik merkte ook aan jullie dat jullie het ook heel erg leuk vonden om Laura te volgen. Dus heel erg bedankt. Ik vond het heel leuk om te doen. Ja. En wie weet zien jullie mij nog eens een keer weer in een video en ben ik dan net zo dun als Marloes hier. Wie weet. Goed, voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Houd dus de challenges in de gaten op mijn website optimavita.nl. En af en toe verschijnen ze ook op YouTube. De eerste komt woensdag 10 februari. Ik zie jullie heel graag in de volgende video. Doei!